Super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van mij. Als je net nieuw bent op dit kanaal, leuk dat je kijkt naar mijn video. Ik ben Amy, welkom op mijn YouTube kanaal. Als je deze video nu al leuk vindt, vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te doen. Op het belletje klikken, dan mis je geen enkele video. En natuurlijk abonneren, dat zou leuk zijn. Het is vandaag zondag 27, ik moet even nadenken, februari alweer, 2022. Het gaat echt super snel. En het is ochtend, het is net 9:30 geweest. En de zon die schijnt volop. Het wordt vandaag lekker weer, dus het wordt een lekkere zonnige zondag. Nou, Suus is al een tijdje wakker, ik ook, want Suus was best wel vroeg wakker vanochtend. Ja, ik laat haar gewoon los 's nachts. Dan kan ze zeg maar bij mijn voeten eind liggen. En als ze zelf wil naar de mand, dan kan ze naar de mand. Want ik slaap sowieso altijd vast. De eerste twee nachten in mijn huisje was het best wel spannend en zo. Toen sliep ik wel heel erg licht. Maar ja, ik was dus vroeg wakker vandaag. Dus dan heb ik ook een lange zondag, want gisteren heb ik gewerkt. Dus dan vind ik het wel fijn om een lange zondag te hebben en niet de hele dag in bed te liggen. Dat kan ik altijd nog. Dus ja, morgen moet ik gewoon weer werken. Volop 5 dagen werken. Maar ja, morgen moet ik maar toch maar 3 te werken. Dus dat scheelt ook al een hoop. Dus ja. Het is gewoon eindelijk weer mooi weer. Vorige week was het gewoon storm de hele tijd. En er was ook alleen maar regen. Nu is het gelukkig mooi weer. Ja, ik heb mijn kopje koffie koud laten worden. Ik heb 2 kopjes gehad vanochtend. En 3 afbakbroodjes in de airfryer. Want ik heb nog geen kookplaat, ik heb nog geen oven. Dus dan gebruik ik gewoon de airfryer. Maar ik vind sowieso überhaupt de airfryer super handig. Daar kan je ook gewoon lekker patatjes in opwarmen. Je kan broodjes, wat ik net had. En dat was gewoon knapperig. En kip, ja, van alles eigenlijk. Alleen ik vind groenten er niet zo heel erg lekker in. Dus ja. Maar ik heb mijn koffie dus koud laten worden. Nou. Ik ben dus een soort van huisvrouw nou. Dus jullie zien veel huiselijke video's van mij. Dus ik moet zo meteen nog wel even opruimen. Eerst de gordijnen even los doen. De meesten slapen nog, want het is nog geen 10 uur. Kijk, lekker zonnetje. Suus. Suus is weer lekker aan het spelen met een waterflesje. Als ik flesjes over heb, doe ik altijd naar Suus. Want Suus vindt het leuk om mee te spelen. Suus is lekker speels. Vanochtend ook om 8 uur al. Pff. En ik ben er 1 keer eerder uit geweest. Om 6 uur, toen het donker was. Pff. Maar ja, ik heb wel lekker geslapen. Ja, hier komt nog de bank te staan. Als jullie je afvragen. Ik heb wel een chille stoel nu. Maar over 2 weken komt mijn bank. En dan komt dat schilderij boven mijn bank. Nou kan je het nog niet voorstellen. Maar het begint erop te lijken allemaal. En voor vrienden ga ik ook nog housewarming houden. 2 keer over. Want dit is niet zo'n heel groot huis. Dus doe ik 2 keer over. En ik heb 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stoelen. Als ik zeg maar in april mijn huis warm inhoud, dan heb ik 9 stoelen in totaal als er mijn bank is. Dus ja. Nou, mijn outfit of today to Sunday. Ja, het is super koud buiten, maar de zon schijnt wel, maar het is super koud. Ik heb zeg maar deze trui van Hema aan, deze lila trui. Zit echt super fijn ook. Ik zoom er even in, want kregen jullie zwart beeld. Dus ja, die heb ik aan. En hieronder heb ik een trui van de BU aan. BU Fashion. En ik heb deze lange rok. Deze rokken die staan me echt niet. Want ze zijn echt veel te groot bij mij. Want ik heb echt geen heupen haast. Ik heb eigenlijk helemaal geen heupen. Niet normaal. Eigenlijk moet ik hier een riem bij je omheen doen. Maar dat vind ik niet mooi met die trui. Want als ik deze lange trui eroverheen doe, is die al wat korter. Ziet hij al wat kort uit. Hier zit ook lila in zelf.
Dus dat past mooi bij de trui. Oh ja, en deze rok heb ik van... Hoe heet die winkel toch ook weer? Van de Leeds. Daar heb je Only en Vera Moda en zo. En hier zit ook een beetje groen en zo in. Lila en groen. Zo kunnen jullie een beetje zien. Een beetje lila, een beetje groen. Een beetje oud-roze-achtige. En bruin zit er ook in. Dus ja, dit is mijn rok. En ik heb warme sokken erbij aangetrokken. En een legging natuurlijk. Gewoon een legging. Een thermolegging. En nog laarsjes eronder. En dan ben ik klaar. Ik heb Suus helemaal niet op bed gelegd. Lara, hoe kom jij in bed? Kijk hoe hoog bed. Dan kan zij gewoon op. Heel raar. Inmiddels bijna 11:30. Ik heb het huis helemaal gepoetst. Alle tafels eerst afgenomen met een droog doek. En de kastjes en de vensterbank en zo. En toen daarna heb ik alles met een natte doek gedaan. En ik heb gedweld. Hier heb ik eerst gedweld. En in de hal daar. Kijk. Daar is ook alles weer fris. Ik bedoel, ik heb eerst alles gestofzogen. En toen alles nog gedweld. Deze hal. En de wc ook. En hier. Toen hier begonnen. En als laatste. Toen hier begonnen. En als laatste. Mijn slaapkamer. Maar het is handig dat ik een schuifdeur heb. Dan kan Suus ook niet doorheen lopen. En Suus. Dus alles netjes schoon. Dus daar ben ik weer blij mee. En nu zitten we een beetje te chillen. En ik ben de Bellega's aan het kijken. Familievloggers. En Pip is hetzelfde hondje als Suus. Kijk dan. Kijk. Pip is hetzelfde als Suus. En Suus is nog iets zwart en wit. En Suus is nog geen 1. En Wolf en Pip zijn volgens mij 2. Ik heb mijn wenkbrauwen dus net gedaan met de doeklas. Wenkbrauwen set. Zit zo'n kwastje in dat je je wenkbrauwen zeg maar goed opzij kan doen en in model. En dan doe ik met de iplash setje. Ik bedoel met deze. Ga ik een beetje zo, een beetje wel weghalen. Maar niet hier. Maar mee hier aan de zijkant en hier helemaal onder je ogen, weet je wel. Dus dat heb ik net gedaan. Ziet er weer mooi uit. Dus ik kan er weer mee verder. Want toen met corona kom ik niet naar de wenkbrauwen toe. Want ik laat mijn wenkbrauwen altijd doen, zeg maar. Dacht ik van, dan kan ik het ook zelf doen. En hier zitten ook allemaal van die dingetjes in. Ik laat het zien. Dit zijn allemaal van die slaaploontjes. Die kan je op je wenkbrauwen zetten. En dan kan je, zeg maar, met dit kwastje en dan de poeder... En zo er langs heen en zo. Dat doe ik meestal altijd als ik mijn make-up op heb. Maar nu doe ik dat niet. Nu heb ik zo'n mooie model. Nou, ik ga zo meteen nog even een stukje lopen met Suus. Want Suus die wordt zo meteen opgehaald door mijn moeder. Dus om 1:00. En het is nu bijna 11:45. Dus kan ik nog even een rondje lopen. Want het is lekker weer buiten.
Dat ze straks lekker slapen in haar hokje. Want mijn moeder en mijn stiefvader die gaan gezellig op het terras zitten en zo. En dan ga ik Roer toe, want mijn neefje die was gisteren jarig. En daar kon ik niet bij zijn, omdat ik moest werken. Dus ja, daar ga ik dus straks nog even heen. Heel eventjes. En na de tijd ga ik weer naar hun toe. Ik bedoel, naar de hondjes. Naar Suus en zo. Want zijn hondjes zo lang alleen. En ik dacht van, we kunnen het lekker rustig aandoen op het terras. Dan kan ik lekker thuis zitten bij hun. Dus ja. Sushi. Sushi. Kom eens, Sushi. Het is inmiddels 6:10 en ik was 6:15 weer. Ik ben niet thuis, ik ben nu bij mijn moeder gezellig. Nou, mijn moeder is niet thuis en mijn broer en vader die zijn gezellig op het terrasje. En ik was net weer terug, want ik was niet meer naar het terras, maar ik ben met mijn broer op stap geweest. Want ik was eerst voor de verjaardag om 2:00 bij mijn broer. Want mijn neefje die was jarig gisteren. Dan kon ik helaas niet komen, dat zei ik ook al. En hij was blij met de cadeautjes en zo. Gewoon gezellig heeft taartje gegeten en wat gedronken. En tegen 2:30 zijn we naar Enschede geweest. Even winkeltjes gekeken en zo. Lekker op het terras gezeten, even wat gedronken. En nu ben ik weer thuis, hier bij mijn moeders huis. Niet bij me thuis. Ik moet steeds nadenken dat ik hier niet meer woon, dus ja. Dat ik gewoon eigen woning heb. Maar ik ben dus bij mijn moeders huis. En ik heb zometeen Subway besteld. Want meestal doe ik in het weekend op zaterdag en zondag wat bestellen. Meestal op zaterdag patat. En op zondag wat bestellen. Dus dat heb ik gedaan. Subway komt om 6:15. Dus ik moet nog even wachten. Het is net 6:10. En ik ben gezellig bij de hondjes, want anders zijn de hondjes zo lang alleen. Daarom heb ik ook gezegd van, ik kan hier wel even oppassen en zo, even gezellig, weet je wel. Dus ja, dat. En ik ben nou even tv aan het kijken, de bellega's ben kijken. En de hondjes liggen hier gezellig in de keuken, want ik was net TikToks aan het maken. Dus daarom zijn ze in de keuken, nieuwsgierig aan het kijken. Want hoe ouder ik word... Hoe beter ik begrijp dat ik ben geworden wie ik hoort te zijn. Ik doe net alsof, ik bedoel het zo goed. Nou, het is nu 6:15 en ik zie dat het net donker is. Bijna donker is en gisteren was het gewoon om 8:00 pas donker. Heel erg pad, dat wou ik gewoon even zeggen. En mijn neefje vond de cadeautjes mooi en leuk. Daar ben ik blij mee, want ik heb van Paw Patrol heb ik zo'n badje Marshy gegeven, dat hondje, weet je wel. En ik heb zo'n Onishi van Paw Patrol gegeven, ook van Marshy gegeven, dat hondje, weet je wel. En ik heb zo'n Onishi van Paw Patrol gegeven, ook van Marshy, volgens mij heb ik dat goed, dat bruine... Ja, dat bruine hondje is dat. Met dat mooie bruine haar, dus ja. En die Onishi Wanshi, die heeft ook zo'n kip. En dan met, dat je dat kan zien, dat die... wat zei ik nou net van dat hondje? Dat je dat mutje, is dat goed. Echt super schattig. En ik had nog een kindertandenborstel van Oral-B gegeven. Want vanaf 3 jaar mag je een elektrisch tandenborstel gebruiken. Dus daar zijn ze blij mee. Met opzetborsteltjes van Kars. En een tandpasta van Kars.
Dus dat vond hij ook leuk. En ik heb het tijger gegeven, zijn tijgerknuffel. Want hij heeft nou zijn junglekamer, weet je wel. Dus vond hij helemaal te gek. Ik ben echt blij mee dat hij het leuk vond. Kan ook niet anders. En wat had ik nog meer gegeven? Volgens mij was dat het. Oh ja, en een kaartje met een paar muntjes wat hij in zijn spaarpotje kon doen. Dus dat heb ik allemaal gegeven. Dus ja. Want dat was wel een goede cadeau, want hij heeft al heel veel speelgoed en zo gekregen. Ik vroeg laatst aan hem en mijn moeder ook, wat wil je hebben van je verjaardag? Een skateboard. Nou, hij heeft niet echt een skateboard gekregen, maar hij heeft wel een kinderskateboard van iemand gekregen. Echt voor kleine kindjes. Bepaalde gewicht kan je erop staan. Maar ik zat er haast doorheen, zei hij. Dus laat ik dat maar niet. Doe jij dat maar ook niet, zei hij. Dus ja. Nou, ik heb chicken churiyaki besteld van Subway. Ik heb 30 centimeter broodje besteld. Super lekker. Ik heb er echt zin in. Ik heb zelf al een menu gekozen, omdat dat dan verdelig is. Dat je een koekje erbij krijgt en drinken. Dus dat vind ik wel lekker. Kijk, dit is mijn broodje. En drinken neem ik mee naar huis. Want dat bewaar ik, want dat wil ik liever thuis opdrinken, zeg maar. Thuis opdrinken. En dan neem ik nou melk erbij, dat vind ik altijd wel lekker. Het is alweer maandagmiddag, 4 uur bijna en het is maandag 28 februari 2022 alweer en ik ben nu in mijn eigen woning weer. Want ik was gisteren bij mijn moeder wissen logeren omdat dat makkelijk uitkwam. Omdat mijn moeder uit eten ging en mijn bonusvader en dan konden ze maar rustig aandoen en dan kon ik voor de hondjes zijn. Daar was ik toch gewoon voor de hondjes en zo. En is wel handig af en toe bij hun te slapen. Als ik heb het is of zo, als ze ergens heen moeten, weekendje weg. Dan kan ik gewoon de hondjes opvangen, zeg maar. En dan kan ik gewoon kalm aan doen, weet je wel. Dus dat is wel fijn. En ik heb daar ook gewoon nog een logeerbed. Een eenpersoons, zeg maar. Dus ja, super chill. Maar op de maandag hoef ik maar tot 2:15 te werken en... Ik was 2:15 precies weggefietst en ik was om 2:15 alweer in Haaksberg, ik bedoel in mijn woonplaats. Dus ik heb er best wel snel over gefietst. Waarom ik op de maandagmiddag vrij heb, omdat ik turnen heb. Dus zometeen ga ik naar turnen heen om 5:00 pas en nu is het bijna 4:00, dus ik kan nog lekker rustig omkleden. En ik heb net ook even een paar boodschapjes weggedaan. Bij de voordeelshop en bij die grenzen. Bij de voordeelshop heb ik weer bananenmelk gehaald. Echt super lekker. Melk met een bananensmaakje, zeg maar. Dus ja, dat is wel lekker. En ik heb een badmat gehaald bij de Action voor 3,24 euro. 3,24 euro. Gewoon een grijze, zeg maar. Nu is dat ook nog bij de Action gehaald. Oh ja, en bij die grenzen heb ik Milka chocolade gehaald. Kijk. Voor het weekend. Meestal in het weekend eet ik altijd wat lekkere dingetjes. Dus dan heb ik die gehaald. En ik heb nog Pringles gehaald. Bij die grenzen heb ik Pringles gehaald. Ik zat te twijfelen welke kleur badmat ik moest nemen. Ik bedoel wc-maat, want ik heb een roze badmat. En een grijze wc-mat gehaald. Want ik heb ook een beetje zwarte dingetjes. En ik dacht, zo van, zou ik nou zwart nemen? Dat wordt weer te zwart. Vind ik dan weer niet mooi. En roze hadden ze niet. Dus dan doe ik wel grijs. Grijs kan op zich ook nog wel. Kan ik altijd nog een andere halen. Deze kost helemaal geen drol. Kost 3,24 euro. Bij de Action. Dus... Kijk, zo ziet het er nu uit. Ik vind het op zich wel mooi. Ja, pas wel.
Nou, ik moet een nieuwe oefening leren voor de brug, zeg maar, oefenen. Zeg maar, leren oefenen. En ik weet al een beetje wat ik wil doen, zeg maar. En dan laat ik jullie wel een beetje zien wat ik wil doen. Even kijken. Ik ga dan, zeg maar, koppel op de bal doen. En dan wil ik, zeg maar, de spagaat doen. Ik bedoel de zweefstand. Dit noem je zweefstand. Je hebt ook een andere zweefstand. En dan wil ik deze doen. Ik weet niet hoe dat heet. Kun je dat dan doen? En dan wil ik kattensprong, wisselsprong. Zo, weet je wel. En dan doe ik raadslag. Nou, die kan ik nou hier niet doen. Kan ik een raadslag doen. En dan doe ik een pirouette. Ach, kom. En dan doe ik weer een zweefstand. Zo, dan op 1B. Dan weer een pirouette, maar dan een dubbele. Goed. Zo, goed. Oh nee, ik kan beter... Ik zit een beetje te kijken wat voor dingen ik kan doen. Na de raadslag ga ik dan wel een hele pirouette doen. Want anders komt het niet uit. En dan ga ik een zweefstand doen. Staand. En dan doe ik een halve pirouette. Die mag ik ook in mijn oefening doen. En dan doe ik de loopsprong. En hurksprong. Oh nee, wacht. Handstand. Ik zit even na te denken. Ik ben helemaal door de war. Hallo iedereen. Het is inmiddels alweer woensdag. Ik wou dinsdag zeggen, maar gisteren was dinsdag. Maandag heb ik dus getund. Dat heb ik allemaal wel gefilmd voor jullie. Maar de oefenstof ging echt super goed maandag. Want ik was met de oefenstof aan het nadenken, zeg maar, wat ik moest doen en zo. En op de balk ging het echt helemaal toppie. Dus daar ben ik blij mee. Alleen de vloer oefenen moet nog beter oefenen. Die gaan nog niet zo heel goed, maar ja, komt vanzelf. Dus ja. En ja, wat heb ik gisteren gedaan? Gewoon gewerkt de hele dag. En toen was ik heel erg moe. Dus heb ik om 9 uur lag ik al in bed. Dus ja, ik lag om 9 uur al in bed. TV te kijken. En toen dacht ik, ik ga nou echt slapen. Want anders, weet je wel. Gaan mijn ogen dichtvallen, weet je wel. Vooral als je zo'n drukke werkweek hebt. Dan ben je best wel moe. Want ik had alleen zondag vrij. En verder ben ik gewoon doorgaan werken. We blijven energieker en zo. En meer energie heb je. Maar je wordt ook wel moe, zeg maar, op een gegeven moment. Maar ik heb lekker, vrijdag heb ik lekker weekend. Dus daar ben ik blij mee. En vandaag heb ik ook een lange werkdag. Dus ja, dan ben ik ook wel weer druk. En vanavond heb ik een begeleiding, zeg maar. Kennis maken met een begeleiding na werktijd. Om 7 uur hebben we afgesproken om kennis te maken. Er zat ook een andere begeleiding. Maar die is gestopt helaas. Dus dan moet ik weer een nieuwe begeleiding kennis maken. Dat vind ik minder. Maar ja, we hebben sinds december niet meer afgesproken. En toen in december had ze gezegd dat ze was gestopt. Zeg maar bij JP van de Bent Stichting zit ik. En dat houdt in... Die mensen die helpen je, zeg maar, in het huishouden of wat dan ook. Maar ik heb zelf niet heel veel begeleiding nodig. Ik heb 1 keer in de week. Want voor de rest red ik mezelf gewoon wel. Want ik werk gewoon 5 dagen in de week van 9 tot 6. Behalve op de maandag dan van 9 tot 3. Dan heb ik ATV-uurtje. Maar waarom heb ik een licht verstandelijke beperking heb? Ik heb autisme. Mijn autisme staat vroeger echt heel erg in de weg. Toen was ik echt heel erg druk en zo. En dan wist ik niet hoe ik ermee om moest gaan. En toen was ik ook gewoon heel erg druk. En nu denk ik zo van... Ja, nu ben ik groter en ouder en wijzer geworden.
nu heb ik niet meer zo heel erg last van mijn beperking. Alleen ik vind het wel lastig dat mensen me moeten helpen soms. Dus dat vind ik wel lastig. Maar ik denk ook zo van, ik ben Amy, ik ben wie ik ben. Iedereen heeft wel wat. Iedereen heeft wel een beperking, zeg maar. Zo denk ik dan. Niemand die doet alles goed, zeg maar. Niemand kan alles zelf. Dus iedereen heeft eigenlijk wel wat. Dus ja. Maar ik vind het wel jammer dat ik dan begeleiding moet hebben. Want eigenlijk heb ik het niet zo heel erg nodig. Want ik kan zelf wel stofzuigen en zo. Maar ik heb meer het stapje van zelfstandigheid, zeg maar. De was doen, dat bedoel ik. Met de wasmachine, daar weet ik niet echt precies hoe dat ook werkt. Want ik zat op een praktijkonderwijsschool 5 jaar geleden. En daar hadden we dat allemaal geleerd. Maar ik heb dat niet thuis geoefend, zeg maar. Eigenlijk moest ik dat gewoon oefenen. Maar ja, iedereen heeft dat die op zichzelf gaat wonen voor het eerst. Hoe werkt dit? Hoe werkt de oven, weet je wel? Hoe werkt de magnetron? Hoe werkt, wat ik net al zei, de wasmachine? Maar dat moet je dus allemaal weten en ontdekken, zeg maar. Op hoeveel graden het moet en hoeveel dit, hoeveel dat, weet je wel. Dus ja, ik heb vanavond, na werktijd heb ik nog begeleiding, gesprek. Vind ik het spannend? Nee, ik vind het eigenlijk helemaal niet spannend. Maar het is gewoon een kennismaking en ik zie wel wat er gebeurt. En ik moet meer duidelijk zeggen van 1 keer in de week en meer heb ik niet nodig. En meer helpen met de huiselijke taakjes, zei mijn moeder ook al. Financiën, dat willen we liever in de familie houden. Want ik vind het moeilijk om met cijfers om te gaan, zeg maar. Met rekensommetjes, weet je wel. Hele hoge rekensommetjes. Maar verder kan ik me wel redden, dus nou en. Maar dat wil ik even zeggen. Dit was mijn video eigenlijk wel. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zo ja, dik blauw duim omhoog. Bij nog niet gaan we dat zeker doen. En op het belletje klikken, dan blijf je op de hoogte van mijn video's. En dan zeg bye bye, swai swai, tot de volgende video. Bye bye, swai swai.